Goeie aanval met Saïd nu met de mogelijkheid. En die trapt hem erin. 6 minuten ver in de tweede helft. En Lierse staat zowaar op voorsprong. Kregen nauwelijks of geen poot aan de grond in de eerste helft. Maar nu een uitbraak via de Ethiopiër Saïd Saladin. En hij maakt zijn eerste goal in de Belgische competitie. Verkouteren bedient hem. En dan pakt hij makkelijk de verdediger op snelheid. En trapt hij lekker binnen. Goeie goal van de Ethiopiër. 0-1.